Hoi, ik ben Hjalmar. Ik dacht echt alles te weten over seks toen ik nog maagd was. Want wat kon ik er nou niet over weten? Ik had al genoeg video's gezien waarbij twee mannen seks met elkaar hebben. Maar toch was ik voor die allereerste keer seks niet alleen super benieuwd, maar ook heel erg bang. Wat nou als het pijn zou doen? En wat nou als het totaal niet prettig was? En wat nou als ik hele domme dingen zou doen? En omdat ik waarschijnlijk niet de enige ben die zich zo voelde bij de eerste keer seks, presenteer ik jullie Gay Seks voor Beginners. Even voordat we beginnen. Ik ben geen dokter, ik ben geen officiële voorlichter. Ik vertel jullie dit alleen maar uit mijn eigen ervaringen en uit de ervaringen die ik van vrienden heb gehoord. En als je nou ergens mee zit, dan kan je altijd websites als Sense of Man tot Man bezoeken. En als je je echt zorgen maakt, kan je natuurlijk altijd gewoon naar de dokter gaan. De eerste keer seks met iemand is een heel bijzonder moment, want je geeft jezelf letterlijk helemaal bloot. Natuurlijk, ik kan je niks opleggen of verplichten, maar hoe mooi is het als je die eerste keer seks met iemand deelt waar je heel veel om geeft of misschien zelfs wel van houdt. Want uiteindelijk zal die eerste keer seks je altijd bijblijven. Dat moet gewoon een heel mooi moment zijn. En daarom is het goed om te onthouden dat je altijd nee mag zeggen. Dit mag voor de seks, dit mag vlak voordat je seks gaat hebben en zelfs tijdens de seks mag je zeggen van ho, nee, weet je, toch niet. Want het is jouw leven, het is jouw lichaam en jij beslist daarover. Je mag echt stoppen op elk moment. Kan iemand zich er niet in vinden als jij nee zegt, dan is diegene het niet waard om seks mee te hebben. Diegene respecteert jou dan niet genoeg. Seks is interessant, opwindend, maar ook heel erg fascinerend. Maar echt alles behalve zoals in een pornofilm. In zo'n pornofilm ziet alles er namelijk heel makkelijk en heel perfect uit. Die mannen doen namelijk soms de gekste standjes, kreunen amper en doen het met verschillende mannen tegelijkertijd. Dat is niet realistisch. Maar in de realiteit is het gewoon niet zo makkelijk als in zo'n pornofilm. Als je voor de eerste keer seks hebt, hoef je echt niet gelijk all the way te gaan. Communicatie is gewoon super belangrijk en jij moet aangeven wat jij wel of niet fijn vindt. En stel, je wilt wel all the way gaan. Oké, dit gaat niet heel erg sexy klinken. Sorry. Maar als je anale seks wilt hebben, dan is het belangrijk dat je eerst naar de wc gaat. En misschien zelfs gewoon even doucht, zodat je je gewoon lekker fris voelt. Dat is niet alleen fijn voor de ander, maar ook voor jezelf. Dan hoef jij je gewoon geen zorgen te maken om die dingen op dat moment. Ik kan me voorstellen dat je best bang bent voor de eerste keer anale seks. Want je hebt waarschijnlijk wel eens van die horrorverhalen gehoord van mensen die zeiden dat het enorm pijnlijk was. En tuurlijk, het kan pijnlijk zijn. Maar daarom is het gewoon belangrijk dat je je tijd neemt en rustig aandoet. Glijmiddel is op zo'n moment echt je beste vriend. Onderschat dat niet en gebruik gewoon zoveel als je denkt nodig te hebben en misschien zelfs wel iets meer. En gebruik in deze situatie ook gewoon altijd een condoom, want ja, je weet maar nooit. Wanneer je het gevoel hebt dat je je moet haasten, ben je alleen maar onwijs gespannen. Relax. En probeer ook gewoon te lachen terwijl je daar ligt, want het maakt de sfeer een stuk gezelliger en dat maakt het gewoon allemaal een stuk makkelijker voor je. Het is nou eenmaal geen begrafenis. En schaam je ook vooral niet, want er is niets om je over te schamen. En gaat er iets een beetje mis, weet je, boeien, dat hoort erbij. Het is je eerste keer. Geef bij je partner ook gewoon goed aan wat je wel of juist niet fijn vindt. Want zo leer je bij elkaar wat je lekker vindt en wat juist absoluut niet. Wees ook niet bang om te experimenteren, want zo ontdek je alleen maar wat daar allemaal is. En wat jij prettig vindt en wat juist niet. Seks klinkt op deze manier misschien een beetje lastig en heel zwaar, maar onthoud dat het absoluut niet is. Het is alleen maar een leuk iets om seks te hebben. Klinkt heel raar. Geniet gewoon van dat moment met diegene. Maak er een onvergetelijk moment van. Ik hoop dat ik je misschien een beetje heb kunnen helpen met deze video en dat je er misschien toch wel iets aan hebt. Maar nu heb ik even jouw hulp nodig. Ik ben namelijk op zoek naar een naam voor al mijn gay gerelateerde video's, zoals deze. Heb je misschien een leuke, pakkende naam die ik daarvoor kan gebruiken? Laat het hier dan onder achter in de reacties, want daar ben ik super benieuwd naar. Want ik kan niks verzinnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe het altijd veilig. En ik hoop jullie een volgende keer te zien bij een nieuwe video. Doei! Hoi, ik ben Hjalmar. Sinds mijn 16e, toen ik net uit de kast was, begon ik een beetje met daten. En nu, door de jaren heen, ben ik erachter gekomen hoe ongelooflijk kut daten is.